Ayan guys, ik ben net op. Ik loop nu even naar de rivier. Ik ga dan poetsen en baden. Ja, dat is het. De meeste mensen hier zo slapen nog. Nee, ik zie iemand bij het water. Ja, ik zie een heleboel mensen bij het water. Hi. Hier is nog alles een beetje mistig. Alles is zo nog mistig hier. Volgens mij is het ook aan het regenen. Ik verwacht later op de dag wel een boot die me eigenlijk zou meenemen naar Ananasgebergte en Tapawatra. Maar als dat niet komt, ga ik dan lopend naar Tapawatra. Guys, ik sta hier zo naast de rivier. Oh ja, ik heb mijn haar losgemaakt omdat ik het gisteravond nat heb gemaakt en het moest gewoon drogen. Dus ja, ik heb het losgemaakt. Hier waar ik sta is nog steeds deel van mijn oma's dorp. En ja, hier is echt veranderd. Je moet weten, ik ben zeker 11 jaren, 10 plus jaren niet naar hier gekomen. En hoe ik het herkende, is nog zo'n beetje in mijn hoofd. Ik herken bepaalde dingen wel enzovoorts, maar waar bepaalde bomen stonden en bepaalde huizen, dat is compleet helemaal veranderd. Bijvoorbeeld waar ik nu hier zo sta, was er een grote mopeeboom en die is er niet meer. Ik zie nog wel alleen zijn stam of zo, maar hoe ik het herkende, hoe ver de afstanden van elkaar waren enzovoort, dat is totaal helemaal veranderd. Als je bijvoorbeeld hier kijkt, zie je dat water net hier is, terwijl vroeger het ietsje verderop was. En dat gebeurt gewoon door erosie. Het neemt de rivieroevers mee, dat water neemt de rivieroevers mee en ja. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar waar ik hier zo sta is Adopulampesi. En daar in die hoek heb je dan Akwaukonde. En daar, de oever wat je daar zo ziet, is het dorp Bofokule. En ja, kijk waar die mensen daar zo staan, is het dorp Bofokule. Dus je kan eigenlijk van Daume naar Gansee lopen. Daarna kom je in Akwaukonde. Daarna kom je in... Nee, daarna kom je in Adopulampesi. Daarna kom je in Akwaukonde. En wanneer je van Akwaukonde loopt, kom je dan in Bofokule. En van Bofokule uit loop je dan naar Sola en daarna naar Godo. En wanneer je bij Godo bent, kom je dan bij Tapawatra aan. Misschien ga ik nog naar daar lopen. Ik weet het niet, want ik verwacht later om 9 uur een boot die me hier gaat nemen om naar Ananasberg te gaan. Dat is als het niet regent. En dan gaan we dan ook op Tapawata stoppen. Dus het wordt vandaag wel een gezellige dag. En later wanneer ik terug ben, ga ik dan even hengelen met een paar neefjes hier. En ja, we zien dan wel wat het wordt. Wat me eigenlijk nu ook opgevallen is, is dat er veel plastic, meer plastic dan voorheen in het binnenland is. En vooral in het water, in de rivier, zie je dan flessen, petflessen drijven. En dat was niet zo toen ik 10 jaar geleden hier zo was. Men had meer... Hoe moet ik het zeggen? Is het respect? Men ging netter om met de natuur.
En dat is echt gaan veranderen. Overal waar je nu vaart. De rivier is wel groot, dus er is sowieso weer niet zoveel plastic. Maar elke petfles in de rivier is één te veel. Dus er gaat een manier moeten komen hoe dit opgelost moet worden. En ja. Want dat kan eigenlijk niet zo doorgaan. Anders gaat de natuur hier aan. En het brengt alleen maar nadelen met zich mee. Voor de mensen hier en voor de mensen in de stad die ook van hier genieten. Of van vissen van hier zo leven. Guys, als je goed luistert, hoor je in de verte mensen huilen of schreeuwen. En een half uurtje geleden is er zo, heeft men dan zo een bel geslagen hier. Een bel, ja, ja een soort schoolbel kan je zeggen. En dat is, ze doen dat wanneer er belangrijke mededelingen zijn in het dorp. En waarschijnlijk, niet waarschijnlijk, wat ik daar hoor, betekent dat er iemand overleden is. En dat hoor je nu in de verte. En waar ik hier zo sta is, je kan zeggen, is vrijwel ver. Waar ik hier sta is nog bij mijn oma's dorp. En achterin waar je die grote boom daar zo ziet, is een grote kankantree van het dorp Ganzee. En vandaar komt dat geluid. En die boom heeft een soort effect, een echo. Als je eronder staat en je gilt, neemt het je stem als het ware mee. En je kan hem bijna van elke hoek van het dorp horen. En dat hoor je nu hier. Guys, ik wacht hier op een boot die me eigenlijk naar Ananasberg gaat brengen in Tapawadra. Ik ga misschien met deze kleintjes mee. Als er plaats in de boot is om ze mee te nemen, dan ga ik met ze mee. Zo niet ga ik dan alleen. Ja. So guys, onze boot is er al. En ik heb die twee kleintjes toch zo mee kunnen nemen. En nu gaan we richting Ananasberg, toch? Ja, nu gaan we dan richting Ananasberg. We varen nu richting Bofokuli, het dorp Bofokuli. We komen bij Tapawatra aan. En hier is het dorp Godo.
Nasgodo episode lang. And over kafanta pawata epila Jumu. Jumu is was made is the Poly Clinic, Dr. Poly Clinic. Ah, and the Buffalo from the Suriname River. Series tapawata, bufa tapawata, ama rector kant, epi ganglio, and here on the linker kant epi dan pikilio, and on the linker ufer epi dan jumu. Hi, guys, we say new to jumu. Hier was eigenlijk, hoe zou je het zeggen? Hier was eigenlijk onze eerste EHBO in het gebied. Je ziet, het is vernoemd naar Yaya Dande, omdat Yaya Dande de eerste persoon was die hier geboren was. Maar ik heb daar net begrepen dat hier zo'n beetje verwaarloosd is. Dus het is nu misschien niet meer zo operationeel net als voorheen. Bij de hoofdingang zie je Tembe Art, Tembe Kunst. Ja, we gaan te voet naar volgens mij Ananasberg lopen. Ik weet niet als we door bepaalde dorpen gaan. Ik ken hier eigenlijk niet, dus dat stukje naar Ananasdorp, daar ken ik naar Ananasberg, daar ken ik niet. Dus we zien wel wat het wordt. Hier is echt prachtig. Prachtig dit. Dit is echt één grote kankantribo. Als je ervoor staat, ga je het wel merken hoe groot het is. Dit is, kijk, die bladeren die je zo ziet. Dit noemen we malambelambe. En het is een blad die echt lekker ruikt. Guys, zolang je in het bos loopt en je komt de boom tegen met deze strepen, laten we zeggen slingertjes, moet je weten dat je onder een walaba boom loopt. Dit is een kenmerk van de walaba boom. Okay guys, hier begint onze trip door de jungle naar Ananasberg. Hier is het echt officieel jungle. Net liepen drie vrouwen ons voorbij en ik hoorde ze praten in het Saramakaans en het een het andere zeggen. En wat zij eigenlijk hebben gezegd is dat naar waar we gaan er een tijger, dus Pendembeti, dat is een jaguar, een grote jaguar, daar woont. Dus zij zeggen van de dorpelingen zien het wel, maar de toeristen die naar hier komen zien het niet vaak. Dus ja, misschien is de kans groot dat wij vandaag een jaguar tegenkomen. We wait.
Dit is een blad die je kan eten. Het is wel zuur. Is je zou het eigenlijk in je salades kunnen zetten. Maar het is een blad die je kan eten voor energie. En het groeit overal in het bos hier. Hij ziet er zo uit. Ja, deze blad noemen wij de Malombe-lombe blad. Jullie kennen het als anijsplant. Nog één ding over Ananasberg. Die ananassen die hier zo groeien, zijn niet door de plaatselijke bewoners of zo geplant. Ze groeien gewoon in het gebied. Dus het is niet dat iemand ze heeft geplant. Ze groeien gewoon hier. En aan mij is verteld door de plaatselijke bewoners dat je geen ananas van hier mee mag nemen. Je mag het alleen hier nuttigen. En dat is wel een interessante regel, want ze hebben me gezegd, als je het toch zo meeneemt, is de kans groot dat er bijen je gaan prikken of er gaat het tegen die daar woont, dus een jaguar achter je aanrennen. In hoeverre dat waar is, weet ik niet, maar ik heb het al van een heleboel mensen hier gehoord, dus er zit een kern van waarheid erin. We gaan nu echt berg opwaarts. Zo. Alleen, ik denk dat je qua woord kan doen. Zo, guys, we zijn op de berg. En ja, er zijn een heleboel ananasplantjes hier. Er groeien ook een heleboel wilde cactussen. Ja, kijk. We zijn op de berg. Op de berg. Oh, dat geluid wat je daar hoort is van die telefoonboom van daarnet. Mensen zijn bezig erop te slaan met een stuk hout. Ja. Je ziet het. Zie hier. Helemaal op de berg. Er zijn wel andere mensen hier. Je ziet, er zijn al een heleboel mensen hier geweest die ananas hebben geplukt.
mo sana liyo mi do na bela na mi jo wa tela na na esi wa wa di mi ave mi ta mu ya blogu mi kai funi ata jo wa sali bi ba mi ta pa ni le e wa wa ka ko bi Ananas van de Berg. Next trip, next stop, Tapawadra. So iso nga well na banyida mo talupa. And dana with the way terug. And dana rektin Tapawadra. Yung sa dalo. Je wil niet hier zijn als het heeft geregend. No cap man. Maar we lopen al zeker 3 uur nu. Want we zijn rond 9 uur vertrokken. En nu gaan we al naar 12:30, kwart voor 1. Arsje. Maar je voelt het niet echt. Pas wanneer je naar de thee kijkt, merk je het op. Ja. Zo, dat was het lopen naar Ananasberg en terug. We hebben bijna 3 uur gespend voor heen en terug. En we zijn al bijna terug bij Jumo. Ja, we gaan van Jumo uit dan naar Tapawadra. En dat is het. We zijn weer op Jumo. Ja, Jumo. We hebben zeker meer dan 2 uur gelopen naar Ananasberg en terug. En we zijn nu weer op Jumo. We wachten op de boot om naar Tapawadra te gaan. Het is een betere view van Tapawadra. Tapawadra is in de breedte van Gran Leo. De dorpelingen hier kennen het als Gran Leo. Daar is Gran Leo boven Tapawadra. En aan deze kant heb je Pikilio. En als je hierop vaart, kom je op Gramakonde. Wakote yango chuni, kami ni sonyumi, bila binye ni teba. Ube misiki, mame usanele naunu. Ube misiki, me usanele naunu. Ube misiki naunu, me usanele naunu. Ube wanisiki nalema, me usanele naunu. Ube manusiki naunu, me usanele naunu.
Ik ben aan het engelen. S'avonds aan het engelen. En dit is wat ik tot nu toe gevangen heb. Het is een kleine piering. Size of my hands. Ik ga hem zo meteen schoonmaken. Maar dit is mijn catch. Hello guys, ik ben bij de rivier. En zolang het licht hier zo schijnt, zijn er echt een heleboel vliegen die op je afkomen. Vandaag was ik naar Ananasgebergte toch? Wat zeg ik? Ananasberg en Tapawatra. Het moment ik bij Tapawatra aankwam, viel mijn telefoon uit. Low battery. Dus ik heb daar niet echt kunnen filmen en foto's kunnen schieten. Een paar heren hebben wel foto's van me geschoten. Dus ze gaan me dan nog appen, zeiden ze. Die foto's, hopelijk krijg ik die. En als ik die krijg, komen ze dan in mijn video. Ik ben een video.